Nou, wij staan hier in Amsterdam. En ik praat vandaag met Rob Witte van ICO. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom bent u hier vandaag? Omdat ik wil weten wat de stad van zaken is, wat er te beleven is. Een paar dingen oppikken, zoals werken met video, werken met online. Want werkt ICO al met afval? Ja. Verschillende jaren. In eerste instantie met ACFA Platform om projecten online te zetten voor fundraising via impulses. En nu met ACFA in twee allianties. Eén is de Wash Alliantie en de andere is Collective Change. En welke workshop gaat u zo heen? Oh, ik heb nog helemaal niet goed gekeken. Helemaal nog niet goed gekeken. Dus ik ga zo even kijken. Even kijken hoor. U weet het nog niet. Want wat wilt u hier uithalen vandaag? U werkt al met ACFA? Ik werk met ACFA. Kan dat nog meer? Kan het anders? Dat moeten we zien. Dat moeten we zien. Oké, en hoe is uw ervaring tot nu toe met werken met ACFA? Wel goed. Interessante dingen. We proberen nu alle projecten van Connect for Change online te krijgen voor publiciteit en eventueel ook om geld op te halen. En dat loopt. En wat vinden de lokale partners ervan? Volgens mij zijn die best wel enthousiast. Hebben zij ook al ervaring met het schieten van filmpjes en updates plaatsen? Ik heb er nog niet veel van gezien. Lekker. Dus dat is iets wat nog ontwikkeld kan worden? Wat behoorlijk ontwikkeld moet worden. Wat is het voordeel van zoiets? Wat denkt u? Als je het goed aanpakt, dan is het zeg maar één soort materiaal die je op verschillende manieren kunt gebruiken. Mm-hmm. Zo kunnen bijvoorbeeld partners het ook voor hun eigen website gebruiken of embedden in hun eigen website. Oh ja. Wat voor ons belangrijk is, is natuurlijk dat zeg maar aan het Nederlands publiek laten zien wat we met het geld doen wat we van de belasting krijgen. Ja. En dat moet ook gewoon steeds levendiger en we hebben een beetje een duf imago, dus dan kan het nooit kwaad om dat iets op te leuken. Leuk filmpje maakt het wat leuker. Ja. Hartstikke mooi. Dus u bent voornemens om meer gebruik te maken van filmpjes? Nou ja, het probleem is dat wij dus zelf daar niet zo heel veel vat op hebben. Dat is toch echt iets wat je over moet laten aan mensen die dat kunnen organiseren. En dat is ook echt ACFA's rol in onze alliantie, of in die alle tweede allianties denk ik, om met dit soort materiaal met partners te werken en te laten zien hoe leuk het is en wat het op kan leveren. Dank u wel.